Zo, goeiedag zeg maar. Dan ben we weer met een nieuwe stream in de Old Streams Farm. En wat gaan we doen? Nou, we gaan zo om ons heen kijken en dan zien we hier allemaal stro liggen. En dat gaan we oppersen. Dat is het hoofddoel voor deze 1 uur stream. En ja, wat we dan daarna gaan doen, dat zien we dan al even weer. Als eerst, ik werk even met een PlayStation controller. En dat is wel in mijn wennen, welke knopjes al precies zijn. Dus, in mijn aftasten allemaal, maar dat leren we in de loop van de stream wel. Dat komt wel. Dan moet je die drukken. En, oh, dat was hem al. Dus dat was eigenlijk een beetje het plan voor deze korte stream. Zo op de zondagochtend, middag. Dan gaan we met de kwampot aan persen. Volker, ja hoor, ja nou, daar zijn we weer. Nu dat het moet, maar dat ik kan. Ja, klopt inderdaad, Volker hoor. Zo is dat, gewoon een uurtje. Tot 1:30 ga ik even. Dus ik weet niet hoe laat TJ Mike, die zal waarschijnlijk 2 uur beginnen. Die komt ook vanzelf online. Het is mooi weer, dus ik denk, we beginnen even iets eerder. Hebben we nog een tijd om vanmiddag even lekker te fietsen met het gezinnetje even. Leuk man. Ik heb een kilometerteller gekocht, Volker. Dan word ik precies zo hard dat we fietsen. Dat is ook wat waard, hè? Een mooie kwalmpot van Martijn van Zanten, die staat er nog steeds voor. Je kan wel veel mooier sturen hoor, met zo'n joystick. Oh, weer fietsen, oh mijn god. Ja jongen, maar een beetje in beweging blijven, hè. Ah, ik merk wel dat ik er wel energieker in word hoor, dat moet ik wel in toegeven. Oh, dat was een glitch, zag je dat? Holy shit, dat gebeurt wel niet, jong. Dat loopt wat niet helemaal lekker, volgens mij. Hier gaan we niet helemaal goed. Zo. Fatal crash of zo, wat was dat, jong? We hebben even een zwart beeld. Die gaat niet meer goed. Oei, jongens. Dit gaat niet meer lekker hier, volgens mij. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, hoor. Allemachtig. Ik heb helemaal geen pil meer, joh. Hallo. Er is een vloek op die streams of zo, hier, de laatste tijd. Ik weet niet. Allemachtig. Wat gebeurt er wel niet, joh? Dat is niet goed, hè? Ik zie helemaal geen game meer, joh. Dat is vreemd. Dit is niet goed, zwart. Nee, dat klopt. Godsamme. Even controle op de lead drukken, maar dat klopt niet goed, hè. Zit dat nou in die trekker of zo? Wat is dit nou, joh? Dat ging niet goed. De game draait nog wel. OBS draait ook gewoon door. Overschakelen om aan te trekken misschien. De game doet het wel, maar je ziet niks. Ja, als ik switch naar trekken. Hij pakt hem wel, maar dan zegt hij reageert niet. Nou, we gaan. Science Engine werkt niet meer. Nou, oh, niet werkelijk. Nou, dan is er gewoon de hele game afgesloten. Nou, op het moment er staat nog helemaal niet op, jongens. We gaan terug naar de startscène. We komen zo weer terug.
ben er weer. Dat was in mijn desastreuze crash, om het zo te zeggen. Goeie duim. Ja, ben ik mooi. Goeie duim, kerel. Mooi dat ik toch nog in kon skiën. Hartstikke leuk. Ik kreeg net een WhatsAppje van jou, maar kon niet kijken. Ik zat net in een crash. En ging niet helemaal zoals moest. Nou, ik denk, had het idee dat het door die 8R kwam. Maar, ja, ik weet niet. Misschien wel, misschien niet. Er komt wel weer een beeld. Doe weer dat verrekte Facebook. Nou, succes, ben er vandoor. Is niet erg, Bert, joh. Kalm aan en geen ding doen die we ook niet zouden doen. Misschien, ik had haast het idee dat het nu kwam door die rook of zo. Dat hij daar helemaal vastliep. Ging heel raar en ik heb baf, zwart scherm. Nou, oké. Doe een nieuwe poging. Het zou natuurlijk kunnen, maar het ging hem heel raar in elk geval. Als ik switchte van trekker naar dat, gaf hij wel gewoon aan. Hij deed het wel gewoon, maar ik weet niet, geen idee. Nou, ik hoop van zeker dat het nou wel goed gaat. Als hij weer crasht, dan kwak ik hem er wel uit. Dus zo is het wel. Ik laat de stream niet verpesten dan trekken. Nou ja, we zijn er weer. En dan hoort dan. Is er een beurt? Ja, dat is iets dat kun je niet voorwinnen, Fokkert. Nee, ik vind het heel vreemd. Nou ja. Ik weet niet. Voor mij had het een beetje te maken met de zijkant van de map en die rook. Daar liep iets volgens mij niet helemaal lekker. Nou ja. Uit dat weer, we zijn er weer. Snel voorheen. Maar je pelletjes weer mokken, hè? Want dat levert echt dikke knagen op jou. Dus ja, dan heb ik zoiets van, dan gaan we ook daar weer mee aan de gang. Wat nog genoeg gebeurt, die cultiveert mag allemaal nog doen. Nou, dat wordt helpertje werk, denk ik, maar ja, we zullen het zien. Mooi waakvuurwerk, ja, klopt. In de doos, dat is zo. Nou, het loopt tenminste weer mooi door, dus dat scheelt. Kijk, ik draaide hier naar die kant op en toen ging het mis. Was. Dat heb je wel eens vaak, hè? En in één keer is crash, dan ja, geen idee hoe het komt. Dat ding die rood ook ontziegelijk, kerel. Dat is echt een milieuvervuilende trekker. Ai, kind. Andere noemst. Nou, hij loopt nou niet vast, dus het, ik weet niet wat het was. Combi van, denk ik. Dat we aan de kant, ja precies. Ja, ik weet niet, de samenloop van omstandigheden of zo, ik weet niet. Hier. Dan zou ik een flits zien beelden. Ik ben bang dat die videokaart op zijn laatste been loopt, eerlijk gezegd. Als we kijken naar nog weer iets anders hoor, want ik kan zien, dat is natuurlijk een paar flitsen in beeld af en toe. Hier. Ik denk dat het aan die trekker ligt, heel eerlijk gezegd. Zie je dat? Beetje rook naar de aag. Ja, rook is dus vuur. Maar zie je dat die flitsen in beeld? Dat hoort niet zo. Dat doet hij normaal nooit. Ik denk toch dat het iets met die trekker te maken heeft. Helaas. Normaal nooit geen last van. Nou, dan smitsen het toch goed. En, als het erger wordt, dan gooi ik hem er wel uit. Zo is dat. Het hoort niet zo in elk geval. Oh, het is wel mooi trekken, hoor, daar niet van, maar ik wil niet dat het de game gaat verknallen. Oh, ik switch per ongeluk daar. Ik moet hem die ding onder de knie krijgen hoor.
zo al vol in. Hij is al vol. Hij is vol. Hij is die ruggels maar in. Ik denk, ik ga een keer wat sneller. Ja, dit is dan wel ideaal. Je kan veel sneller switchen van trekkers. Je kan gewoon heen en weer switchen en film maken. Wat een genot, jongens. Dat is ook wel mooi zo hoor, met zo'n ding. Ik vind hem net zo mooi. Oh. Dat is een mooie fijn 60-10 in de vuur. Oh, dat kunnen we nog meer. Ja. Zo, dan kunnen we wel weer verder. Net zo mooi, jongens. Mooi, je kan de camera heel langzaam draaien, jongens. Het is gewoon ideaal zo'n joystick erbij, hoor. Het zal een beetje een mooiere beeld maken, vind ik. Of nooit, het is net echt. Ja, dat is net mooi zo. Dit is een beetje zo'n drone view kun je maken, ja, dat is wel vet op zich. Ja hoor, ja, zegt Volkers. Ja hoor, ja. Absoluut wel even. Real life functional. Ja hoor, ach heen, het is net echt. Nou, dit gaat toch mooi zo. Nou, hij gaat nou op zich wel soepel door, dus nee. Er is een kentekenplaat achterop, alleen ik weet het niet precies, maar het is gewoon Nederlands kenteken. 2LBT13. Ja, geen idee. Geen speciale betekenis aan mijn idee. Maar dat is ook nice. Je kunt gewoon veel soepeler sturen, een flauw bochtje kun je zo helemaal maken, zo'n ding, dat is ideaal. Lorenzo gebruikt dan ook wel eens, die was er zo enthousiast over. Die wil ik gebruiken. Ja, oké hoor. Ach, stik, ja, dat is... je moet er nog wel in mijn wennen, Lorenzo. Ja, klopt. Ja, op zich is het niet erg, nou moet je toch nog hoog. Die boom, dat is ook wel een beetje een dingetje. Je kunt er gewoon heel mooi beeld mee maken, vind ik zo. Ja. Ik film dat rood, dat is wel. Afkoppelen. Ah, zo. Even deur hem, man. Is. Doe alles gebruiken wat papa nieuw heeft in de jaar, klopt. Ja. De laatste tijd zit hij er niet meer achter, hoor. Dat, nee. Moest ze een beetje aan banden leggen, want voor andere dingen voor school en zo kwam niks terecht. Dus dat moet je wel, hè. Oeh, gewoon wel orde schijfvideo's. Als je moet naar doen kletten. Pijp me daar eigenlijk niet in. Zo'n ding. Nee, dat is de I. Pijp in klaar. Doe dat niet zo. Okay. Oh, wacht hier, ja. Dit is de O. Zo.
ze hebben straks met die pijp in de bomen nog niet. Nou, dit gooit toch hartstikke mooi zo, jongens. Er is toch niks mis met. De ventilator alweer aanstaan hier zo, want als hier alweer goud warm. Ik heb een frisse lucht erbij. Volker nog dikke plan even door. Nou, met subkijkers valt niks tegen. Ja, waarneem wat eerder, jongens. Maar ja, toen liep de boel even vast. Nou ja, allemaal goed gekomen. Gelukkig. Ja, vol. Niet echt alleen het gebruikelijk wasje. Ja, dat is toch ook misschien, hè? Oh, focus. Nou, rustig aan zo verder gaan. Weer vastloopt, dan moest de WD-40 gebruiken, als WD-80. Anders, als er weer vastloopt, dan gooit de trekker eruit. Dat kan gewoon niet anders dan dat aan die trekker ligt. Hij glitste net ook een beetje, zag ik, dus ja, ik weet niet. Is keeper vol, hoor. Nee. Nou, pers is het ding nog in vol. Nou, keeper was vol. Straks met mijn leven in die handel. Zijn tijd pers gewoon nog in verder. Het is toch zo'n mooie mod en die kronentoestand. Geweldig, echt mooi. Dat werkt echt super goed. Mooi spul. Het zijn er mods die zijn er gemaakt door andere partijen als Giants. Hè? Dan denk ik van, moet je hoe mooi dat ze dat maken. Nou, is wel, ik weet wel dat de persoon die de Season mod gemaakt heeft, dat die. Die zou nu ook voor de Giants werken. Dus de kans dat Seasons dus in LinkedIn erbij komt, is vrij groot, denk ik. Tenminste, anders zou je zo'n persoon toch niet in huren. Dus dat zal ze wel geinig zijn als dat er standaard bij in zit. Maar het moet wel zo zijn dat je het aan en uit kan zetten. Goeiedag, maak ze maar goed warm. We over een goede uur gaan. Ja, Bjorn, de hele zooi liep al vast, joh, hier. Ik had in één keer zwaar scherm, paf. Nou, is het helemaal niet opgestart. Hele drama, nou, tranen met tuin en zo hier vanaf deze zijde. Oh, mijn stream. Ja, van me. Over hem is ook vaak, hè? Maar het is er goed gekomen. Nou, dit trekker is goed warm, dat kun je wel zien, hè? Trekker wel. Nou, de kijkers nog. Bert Bensink was er niet. Die zou er ook nog aan jullie doorgeven, maar die was er niet vandaag. Of ik dat in mijn jullie wel door heb. Zelf stuur dan een FB-berichtje. Nou, dat hebben we voor mij nog gedaan. Zeker nou een hoog eigenlijk. Hij gewoon achter ons.
stuurde ook al warm dan. Ja. Ja, het valt met. Ik heb ventilator aan hier zo, dus het valt met. Vastlopen, een beetje olie aan doen, anders was het glijmiddel. Ja, dan blaft het ook. Ja, klopt. Dat werkt toch mooi met zo'n PlayStation ding. Allemaal schiet me, joh. Je kan van allerlei kanten, je kan zo soepel de camera draaien en zo. Oh, dat vind ik helemaal geweldig. Heel, heel enthousiast over. Hier zie je niet meer uit die kast weg te branden, dat ding straks. Ik ga met hem. Ja, ja, klopt. Als WD-40 er niet losmaakt, inderdaad, dan pakken we de WD-80. En anders is het 120 euro, zeg volk. En als dat niet waakt, dan pakken we de 240. Niks meer te beginnen, gewoon vanavond nu. Oh, daar joh. Kijk, dan had ik daar ook nog een bierschilling voor mij, hè? Verderop. Ja, oké. Okay. De rook van dat ding, jongen, dat is wel, hè? Hoe kan hier nou zo'n groen vlak zitten, daar? Dat begrijp ik nou niet. Kapot is kapot, Volkers. Ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Het rook van dat ding, kerel. Hai, 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 hai. Net of een vol poel moet trekken. Al de verschrikkelijkst. Goud, ik ga alles klaarzetten. Ja, Schout, heb je een fijne stream alvast toegewenst. Je mag voor mij ook om 1:30 beginnen, want dan stop ik. Dus, was mooi zijn. Kom aan, zeg volgende nog even, Tim John. Ja, zo is het. Nooit te dorp, maar met het weer. Helemaal van zwijten. Mooi wil de douche en zo en al dat soort dingen. Dat is wel vol, hè? Denk zo. Ik zal het eerst hem keeper hem leggen. Even eens hem kijken, voor mij is het spul zelf ook best wel wat waard bij die strootoestanden. Die lagerhuis stro. En heeft dat ook best wel wat op. Ik wil er ook wel mee brengen. 13, 18, ja. Jo, jo, jo. Maar kun je dit niet inleveren daarbij dat kleine dingetje? Nou, dan hebben we wel weer een beetje geld, hè? Dus laten we dat maar doen. We brengen het gewoon eerst hem. Zoals met de chef over hem, dan zijn we 1:30 over. Maar, ja, ik mag weer fietsen. Ja, en gezelligheid met het gezinnetje. Leuk man, hartstikke mooi man. Ach, god toch, fietsen man. Ja, dat hoor. Ik had hem moest John weer aan zijn conditie. Gewoon Rick Tubes, zeg mooi. Ach, goeiedag hem, gewoon Rick Tubes. Oh, dat is een keer zwart gebeurd. De keeper gaat die trekker sturen. Die keeper is te zwaar. Nou, rustig aan rieten. Die moet alles gaan komen. Oh, dat je kijkt gewoon Rick Tubes. Gezellig, he. Ja. Oh, die keeper is te zwaar voor die trekker, joh. We gaan gewoon die trekker sturen. Wat dat belooft nog wel op de heen weg daarheen. Oh, hey. Nou ja, zal wel gauw komen, denk ik. Oeh, zeven momentje, wat gebeurt er? Trekker is te klein. Ja, John en rustig, wat is dat? Kun je dat eten? Ja, ik kan heel rustig, weet je. Ja, een 64-10 voor een dikke 20 ton keeper, dat is niet zo verstandig, hè? Politie werken voor in bed, zeker met een live en die zet er al een stof uit. Nee, er komt geen stof uit, dat is denk ik heel veel, maar dat is niet waar. Het is gewoon hetzelfde, alleen het is dood. That's it.
stuifmeel in de slaapkamer. Plof. Zo'n stoffel. En of dat je zo'n harde klap op bespoedersuiker geeft. Ja man, een beetje rustig aan dan in de bocht, want die keeper die drukt me zo recht door. Niet verder voor mij, hè? Voor het lagerhuis. Ja. Kom wel goud, binnen van de deur. Maar dan veel plezier. Ja, fietsje. Ah, nee, dat valt met jou. Wie nou rustig aan? Kom wel goed, joh. Het is super mooi, joh. Dat is gewoon zonde om daar niet van te genieten, joh. Even lekker in fietsen. Hier het bos in. Mooi, man. De buurman die is bezig met kettingzaag, die spoorbuurt zijn doorzaag. Dat gooi je de hele dag al zo'n beetje. Zullen we wel, muur. Oh, nog even een goud, zeg staan. Fokker zat al op het puntje van zijn stal, als we rekenen. Zo, ja, daar gaat hij naar de muur. Die hoopt gewoon dat het misgaat, moet je maar rekenen. Die trekker die is echt te licht, jongen, voor die keeper. Goeie duip. Dat is maar de in-game keeper ook. Oh, kijk, jongen. Oh, dat is niet normaal. Oeh, de plomb in. Nee, gooit goud. Dat scheelde niks. Het is niet te geloven dat die keeper gewoon te zwaar is voor dat trekkertje. Oeh. Ik hoorde ze. Ja, hoor je hem? Voor mij ook, hè? Ik zal zijn klachten indienen bij die knakker. Ik zal zeggen, hé, opbom doe, binnen de stream doe. De man aan de trekker, want dit is niks. Ja, hoor je die echt, hè? Dat is niet te geloven, hè? Om, hoor je de hele tijd. Ik vind het vervelend, dus je moet ophouden. Bijna dat plomb in met die zooi, jong. Bijna allemaal pelles naar. Vast niet. John was geld weer bij. Ja. Ja, klopt. Ook bijna op plek van bestemming. Hè. Kijk, hier moet ik al weten. Die trekker is echt verlicht, jongen. Om een andere trekker voor je. Zo is hem niet nog een andere trekker. Dat komt niet goed, hè. Ik heb ook gewoon 2 4 6 10, waarom weet ik ook niet eigenlijk. Ik moest een trekker erbij hebben voor het lichtere werk. Dat kan ik ook wel doen. Deze trekker meer gehouden en iets anders. Ik heb nog iets moois in het, wat in het vat zit, verzuurt niet. Maar... Nou, kijk wat oplevert. Oh, nou, dat valt niks tegen om. Kom weer een beetje binnen. Dan gaan we zo nou gelijk hem door naar de winkel gaan, want die 4610 in. 20.000 euro. Nou, dat valt me niks tegen. Een Magnite clone. Zou je hem moeten resetten? Ja, dan ben je het wel kwijt. Dat is zonde. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Je ook gewoon voor de lol nog even hier overheen rijden. Nee, over de zoveel. Hoppa. Verder van huis naar. Ja, klopt. Dan wou je hem, ja. Dan was hem 20.000 euro kwijt. Maar nu is geen Uzi trekker in ruil, want dit is veel te licht voor dat ding. Ik heb wel een idee waar wij mee gaan kopen. Ja, geld dit was niet zwaar, maar nu op die manier. Doe me gelijk weer denken aan Green River, toen met die aardappels. Zo de slogan. Pons. Het is op zich wel een leuk trekkertje dit, maar... Ah, zelfs met een lege keeper, dan gaat hij hem haast wel sturen. Dat is eigenlijk... Het is net hem te gek.
een klein kippetje achter zetten. Nou, er gaan de meeste meer voor anders. Want, ik heb nog een 4610, dus. zo ja. Ik kriebel in de keel. Even te snel de bocht door, ja, klopt. Mensen, als je nog geen duimpje hoog hebt gedrukt, wil je dat dan alsnog naar hem doen? Altijd mooi, hè? Mooi als mensen dat doen. Op zich is het wel realistisch, hè? Dat die trekker. Als je te snel gaat met zo'n dikke keeper, ja, dan gaat dat in werkelijkheid ook fout. Ik had het zelf ook een keer gehad met 58. Had ik keeper verdrachter en er zat er. Dat was heel zwaar graan wat erin zat. Er was ruim 9 ton zat er toen in. De bovenste stand weg, daar heb je zo'n hele mooie bocht zitten. Ik denk, oh, ik moet nou echt in maar voor hem. Ga eens los, jongen. Want hij dreigde echt die trekker recht door de sloot in te douwen. Nou, als dat gebeurde, is er gewoon geen hout meer aan. Het enige waar je kan doen is gas loslaten. En heel lichtjes remmen, dat je die keeper afremt, als je tenminste een geremde keeper hebt. Gewoon zo leuk aan met die Pippen. Ja, die Pippen die ging die 85-30 ook echt uit de sloot halen. Hè? Of van plan om hier een paar trekkers bij te zetten in die winkel trouwens. Dat lijkt me wel geen. Ik weet nog hoe dat moet. Dat heeft Mike me toen al geleerd. En die keeper hem hier in koop. Op dit moment heb ik eigenlijk alleen een beetje klassiekers hierin. En dat vind ik op zich wel weer geinig. Dat is zo'n goudklompje, zegt hè? Ja. Even een trekkertje erbij, maar hij met een ietsje zwaardere tafereel. Wel een ideetje. Heel leuk die klassiekers een beetje erin hebben. Kijk eens even. Dat is geen klassieker. Dat is de 8610. Nog meer. Ik 40 heb er al in. Ik heb geen erg centen, dus. Kijk eens, daar is het. 8710 voorlader optie, nee, wielconfiguratie. Standaard. Design. Ah, oh, echt niet warning signs, dat vind ik wel dom lijkt. 46 douche, oeh, ja, dit is ook nog best wel. Zo'n een baas hoge zand rijden met de 215 turbo, moet van de brug af te komen. Oké, 6 kuub. Zes, oeh, dat was zo'n ding normaal toch wel een trek, lijkt me. Nou, kijk eens, een mooie Johnny Deerdeby. Dat was een kind, hoor. Moet ik hier binnen de buurt in doorroos. Deze heb ik er nog niet in gehad, trouwens. Een mooie acceptatie. Dat is toch mooi, trekkers. Een keer op zo'n ding gereden. Ja, waar ik toen op reed, dat was echt een beetje een slaapding hoor. Als ze in de Eemshaven en dan moest ik met lege keeper zelfs omhoog. Ja, dat ding begon te springen voor die dumper. Ik dacht, wat is dit jongen? Er is ook geen power in. 115 pk. Oké. Okay. Ja jong, nou dit mag toch wel lukken, dacht ik. Ja, dit wil zat. Nou, een goede ruil toch, 64-10 van 68-10. Legendarische trekker dit. Prachtig. Wel de hele tijd in game, maar eigenlijk nog niet veel gebruikt. Geweldig moet rekken. Ik ben elkaar ook in de key. Is er wel netjes uit? Ik hoor, nu al. Dat scheelt. Ja, dat vind ik mooi trekker dit. Ook geen brede banden onder. Ik kan nog een keer aanpassen. Een beetje bredere banden. Maak er gewoon een tweede versie van. Dat lijkt wel mooi onder zo'n trekker trouwens, brede banden. Mooi worden. Mooi trekker.
Kijk, jij een beetje meer te vertellen. Nou, dat is met zo'n Francis een tientje. Ik heb tot nog toe alleen maar old school spullen. Ja, nou die 8R, dat is dan een huur trekker. Die heb ik niet eens gekocht. Goddamme, wat is dit, jong? Oeh. Hi, kerel. Niet zeg hallo. Laat je zo mooi als mijn trekker. Welke trekker, jong? Geen idee waar je het over hebt. Ik denk dat die joystick toch de gevoeligheid even ietsje lager zet. Die 8R dat is huur, want de Hagam is ook wel heel zwaar gebouwd. Je bedoelt die hier, hier achterin. Oh, die op die CS zit, Rick. Beste pis van stal, duh. Nee, ik vat er geen vies meer doen. Ja, het allemaal. Een beetje ontzoomen, daar zegt er niks van. Hoe was ik bleef? Doorzoos. Dus die rookt ook een beetje zwaar, hè? Als je echt gas ging. Een beetje bredere band onder maken. Lijkt ook nog niet zo dom, denk ik, bij deze. Oh, oeh, ik moet er weg. Nou, dit is toch wel iets meer te vertellen voor die trekker als die andere, dacht ik zo. Dat was hem alweer. Al klaar. Nou, dat was een berichtje in de weer en hij trekken. Ah, ik weet niet of ik de R-serie hier echt in terug laat komen. Maar ik vind het wel leuk die oldschool trekkers een beetje. Maar het nadeel is, die trekken dit ding niet. Dus dan moet je echt, echt een oldschool John Deere hebben met weet ik hoeveel pk. Nou, zo'n kniktrekker voorzetten. Hij moest wel even grommelen, ik had het ene hoge zal van, ja dat zal best, ja. Nou, dat doe je gewoon met zo'n haakarm systeem erachter. Okay. Ja, dat zal wel heftig weten, denk ik. Ja, dat, oh, dat is een mooi shotje. Was dat schiet? Nee. Die printscreen druk, nou. Printscreen, dat was een mooi shotje. Dat is echt ideaal jongens, zo'n joystick. Oh, je zit hier gewoon lekker relaxed een spelletje te spelen, jongen. Geweldig. Mijn handen bij de padloos, zeg maar. Dit is echt geweldig, jongen. Dit werkt zo mooi, hè. Dat ik veel willen moet doen. Het schoot me ineens in zin. Ik dacht, dat kan ik ook wel eens doen. Maar heb ik joystick erbij, dat heb ik niet echt plek voor hier. Ik moet je de hele tijd vasthouden. Ja, dat is ook waar. Thijs Sunder is er aan beun met die promos. En wanneer ik laat de boter ook nou. Ja, dat weet ik ook niet, Thijs. Hij hoort nogal vol. Ja, dat rook, dat is waar. Hij net liep de hele game er al door vast, heb ik je verteld. Gelijk in het begin van de stream al. Ik had net één baantje gedaan met pers en dat. Was gelijk al mis. Paf, zwart scherm. Nou, game on your gestart. Ja, dat rook, dat is wel spektakel, mag ik zeggen. Het is wel een mooi shot zo, hè. Ik vind het wel... Als je gas geeft, oh! Dat hertje voorop, hè. Dat vind ik ook een heel leuk detail. Dat hebben ze mooi gedaan. Kijk, dat hertje voor, die helemaal voorop zit. Ik kan het zo net niet in beeld. Deze.
En die klompjes aan de grill, wat ga je gedaan. Leuk hoor. Ja, daar ben ik wel blij mee. Hallo. Ja. Mooi gedaan. Niet te overdreven. Ik had toplampjes op die ze ook gewoon doen trouwens. Kijk eens zien. En die kwalm, jongens. Je kan niet echt krabben om in die Primoz geval. Hoi kerel, dat is wel waar. Had je die deel gezien die in de. Wanneer heb je die gestuurd? Ja, ik heb Discord niet dagelijks aan ofzo. Ik zal wel eens een kijken straks. Ja, als het morgen geel is, dan moet ik verder naar zo'n vloed. Ik heb net 8 subtartine gekocht, Thijs. Een beetje old school trekker zal ik in deze map houden. Nou, als een beetje stroop blijft linken, kan dat niet zo heel veel schelen. Met ook jullie vaten overheen zo, dus. Dat maar een beetje minder, wat daar, dat is wel een beetje vroeg. Ja, ik vind het geweldig aan mod, Thijs. De straw addon. Ik vind ook die grijpers die erbij zijn, van die pak optillen en zo, die zijn echt gewoon. Kijk, daar heb ik zo lang naar gezocht. Ik had net een goede gevonden. Toen kan deze mod. Ja, een goeie. Met mijn leeg om de kippen weer. Een screenshotje van mijn oh jee, is goed. Dus dan start zo'n kip, ja. Iemand een mooie 36, 50, 16 euro te kopen. Ik dacht dat is net een divisionant. Een echte trekker bij de alstoel. Nee, dat heb ik gewoon geen cent van jou. Eindelijk veld leeg. Ja, ik heb het veld eindelijk leeg. Dat is toch groot zo. Ja, hier in de olie nog. Maar soms lijkt het ook of er nog wat ligt en dan is dat gewoon niet zo. Nou, zo'n keer hebben we dit ding nog verder nodig. Anders kan ik hem net zo goed eens ermee weg doen. Ja, alleen een paar graspakken, maar lekker belangrijk. Nou, dan scheelt me dat weer in huurkosten. Ik doe het gewoon eerst in weg. Want ja, totdat ik het geld heb, dan huur ik het gewoon, zeg maar. Kijk, ik terugbreng. Jop. Q. Terugbreng. Jop. Q. Terugbreng. Jop. Q. Oh, die andere show is ook nog huur. Is dat zo? Is dat huur? Ja, daar had die kort, hè. En die dus. Nee. Nooit. Oh ja. Die andere had ik toch al teruggebracht. Nou, dan kan die ook wel weg. Dat die kan terugbrengen. Jo. Oh, die was natuurlijk teruggezet omdat die. Nee, maar nu. Goud. Zo tijd van. Ja jongen, het is gewoon. Het duurt even voordat het veldje leeg is. Jongen. Maar het is ook allemaal heuvelachtig, hè? Dat trekt ook zwaar met zo'n dikke Primoz erachter natuurlijk. Nou, breng dit nog even naar de Kronoloos. En daar een beetje een opslag en een beetje pelletjes nog even. En daar hebben we nog een kar met pellets staan. Die kunnen we nog even inleveren. Het is wat met die muur hier in die map, dat is echt een regelrechte raam. Kist gewoon uitstuurt. Dit is ook een mooie combi trouwens, die Kronen Mars op die Ding 40. Nou, dat is ook een mooi spul hoor. School komt ook wel eens iemand met echt een heel klein zonnetje, een heel klein dingetje,
Ik heb niet veel aangedreven. Oké, okay, of zo'n soort van tuintrekkertje. Zo'n ja, gebruik ze wel voor in van die wijngaarden en dat soort dingen. Zo'n jondeertje. Wat voor serie is dat? 4000 serie of zo voor mij. Tegenwoordig, ja, je hebt tegenwoordig zoveel modellen series. Vroeger wist ik exacte pk's van alle series, hè, maar tegenwoordig is dat gewoon niet meer bij te houden. En zoveel modellen, jongen. Op zich is het wel vrij simpel als je een 2650R hebt. Je hebt 250 pk met 40 pk boost. Dat is wel, heb je gewoon 290 pk. Vroeger had je een 8400, je had 260 pk. Toen zijn we al van, oh, dikker als dat worden ze niet. Nou, zet 2650R naast een 8400. Mooi, ja. Laatst ook, dat was vorige week zeker, we waren ook aan het fietsen. Er kwam een hele dikke hakselaar van eentjes, een dikke Klaas Jaguar kwam voorbij. Daarachteraan een 6235R geloof ik en kijk, dat was een 7R serie. Oh jongen, ding joh. Oh kerel, ben je bang van, ja. Monstertrekkers jongens, monstertrekkers. Ik breng het ook gewoon weer, ik leef het ook gewoon in. Het is een paar ton, maar maakt niet uit, elke cent is erin. De gevoeligheid van het ding moet iets omlaag, want dat is een beetje te gevoelig als je me vraagt. Dat is helemaal wel niet. Een 2780R voor mij was het. Zie je. Monster dingen. Nee, dat ook nog niet. Echt een heel klein oud dingetje. Oké, okay. Wel met cabine van 60 pk. En zit volgens mij hetzelfde soort klein idee als Mod ook. Oh, zo'n 2130 of zo waarschijnlijk. Zo'n heel old, zo'n vierkante cabine. Zo'n MC1 cabine. MC1, dat is zo'n vierkant hok die er bovenop zit. En SG2, dat zijn die ronde cabines. Goeiedag, wat is dat met die trekkers? Het is nog steeds... Nee, klopt. De gevoeligheid staat iets te hoog. Ik zal hem iets terugzetten, want dat is niet helemaal geweldig zo. Maar ik zie die trekker stuurt ook niet heel krap om. Die vindt zich hier geen krap om. Maar wanneer is het omhoog? Ja, voor mij is dat zo'n 2130. Fortnite Games. Boven heeft ook twee, geloof ik. 7R. Welk type is het niet meer? Nog een paar 6R. Ah, dat zijn echt monster trekkers. Blok, kerel. Hai. Helaas van de Weert uit Spijk. Voor mij is dat een 8370R. Reed hier door de straat. En je hoort hem van ver nooit meer aankomen. Het is een hele dikke monster dump erachter. Of mijn 3A6 zat erachter, geloof ik. Ah, oh, ja, wat een blok. Oh, onvoorstelbaar. Bij Groener op show, dat stond zo. Oh, ja, wat een trekkerskerel. Totaal niet meer te vergelijken met wat er nou. In de jaren 90 uitkwam, had je 8400 en dat was echt van, oh, dik spul, joh. En dat is nou nog maar klein vergelijk erbij. Ik kijk of zo'n trekker je bipa en hoe alleen. Nee, klopt. Ja, mijn pa die had dan ook wel land, alleen niet zo heel veel, 10 hectare of zo, is dan niet zo heel veel voor. Maar... Ah, mooi man. Leuk man, ben je trekker. He. Kijk, tegenwoordig als je onder de. Goeie duim, die hek jong. Jou niet, zet ook in de gaten. 8R uit Spijk. Ja, dat is voor mij die 8370R, ja. Voor mij, dat was toen, was dat de grootste. En later kwam die 8400R. Die kwam erbij achter te staan, bij John Deere. Heel gewoon dik 400 pk om te krabben. Dat gaat er helemaal nergens meer over. Dat was op een NHT9. Oeh, Drexel. Ja joh, dat is echt, je mag niet zoveel naar die chat kijken jongens, dat gaat helemaal mis. T9, die zit ook hier in de game, hè? Kijk maar. Die zit hier voor mij ook in. T9, zoals ik kijk. Een stukje die kan er. Ja, dit is er zeker. Ja, dat ben een dikke ding, joh. Oh, wat een roos. Dikke trekkers. Ah, hoe dikker, hoe mooi natuurlijk. En dan heb je ook de
Die 9R-serie van John Deere, dat denk ik ook mooi. Of die 9RX ook. Over 540 pk of zo, onder de krab, dat gaat helemaal nergens meer over. Het is wel een mooi spul, dat wel. En mijn broer die heeft in Australië gezeten, die heeft ook op zo'n 9R gereden. Die zei, dat heb je niet eens het idee dat je nog omtrekken rijdt. Dat is gewoon helemaal verbruik, jongen, dat gaat echt nergens meer over. Verbruik van 80, 90 liter per uur of zo. Het is bijna een vat vol. Verbruikt het in. Echt, kerel, dit is echt verschrikkelijk, hè? Gevoeligheid moet echt helemaal omlaag van dat ding. Dat gaan we straks ook gelijk berekenen. Nou, we rijden deze ripjes naar de Buderie. Het is nu gewoon die trekker of zo, ik weet niet, hè? Een dweil op de weg. Ach, ik mijn eigen C7-230 autocommando mooi trekken, die is van mezelf. Ah, kijk eens aan, dat is hartstikke mooi. Hij had een T7, ik kwam laatst een T6 tegen. Ah, dat zijn op zich wel leuke modellen van die Holland wel. Ja, dat vind ik wel leuke trekkers. Die T7 vind ik denk ik ook wel de mooiste hoor. Die toen voor Harms geëdit hebben ook, dat vind ik wel een zeer geslaagde trekker wel. Dat is een mooi ding. Ja, oldschool John Deere, dat vind ik ook wel. Natuurlijk zijn die nieuw nog mooi, maar oldschool vind ik toch wel. Spreekt mij nog altijd het meest aan. Nou, kijk eens even, jongens. Doorstartspul. Ah, dit is wel mooi trekkers. Dit ook, jongen, die 40-55. Oh, is ook echt Amerikaans uitvoeren met 5 lampen voor je. Iets breder band, bredere band. Kan ik bij deze ook wel eens in versieren. Dat lijkt denk ik niet raar. Goed, nou. God, nou heb je gewoon een kijkers, je verzint het niet. Oh, zie je dat? Oh, kijk, daar zit wat niet goed, hè? Zit dat nou in dat ding of wat is het? Ik weet het niet. Het zijn al een beetje oldschool trekkertjes. 64-10, nou hier dus die. Hier klopt, zit hem dat nou in die wagen? 8-6-10, 7-6-10, 9-4-5-50. Nog een CC Combine, Daily Juno. 8000, dus een 84-10. Het zijn allemaal oldschool trekkers op het moment die ik erin heb. En shovel. Dan zijn we hier weer. Nou, mensen. Voor. Hier klopt echt iets niet, jongen. Als je naar kijkt, klopt niet helemaal. Het flitst en het doet onweer de lucht, denk ik. Dat zal wel weer. Mensen, ik schakel over het eindscherm. Dat was hem voor vandaag. Dinsdag denk ik misschien wel weer een nieuwe stream, MK. En misschien ook in mijn andere map. Of ja, moet hier nog zo, heel veel dingen moeten hier nog in gedaan worden. Maar we zien wel even. Het doel was gewoon hier ook koeien en alles in te fabriceren. Maar het allemaal valt nogal een beetje tegen omdat ja, kleine veldjes en het is heel lastig om dat een beetje ja, flinke opbrengst te krijgen, om zo te zeggen. Nou ja. We blijven gewoon doorgaan voorlopig met dit mapje, denk ik. Kom maar goed. Mens, en niet te hard fietsen, zeg volgens. Nee, dat komt wel goed, joh. Goed, voor nu zeg ik, fijne dag verder. Geniet van het mooie weer. En vergeet natuurlijk straks niet DJ Mike en Frida te gaan kijken. Die gaan ook weer live. En, heb je nog niet geabonneerd? Doe dan nog even een duimpje in omhoog. Allemaal zeer gewaardeerd. Mensen, ik zeg tot volgende keer. En kalm aan. Mooi.